zoals nu het thema is, vrijheid geef je door. Nou, dat vind ik heel belangrijk. En dan moet je dat ook gestalte geven. En toen heb ik vanuit mijn werk, zag ik een stichting februari 43 die adoptie van monumenten in Nederland propageerde. Ik heb contact gezocht met de man die dat toen heeft opgezet. Die hebben een gesprek gehad en toen ben ik dat hier begonnen. Eerst met mijn school, maar omdat we maar één monument hebben in Wezep, dacht ik van, het is goed om dat van scholen over te dragen, dat het niet bij één school blijft. Want dat is wel meestal zo. Wie ben jij? Nigel Mooi. En wat voor school ben je? Goede Herde School. Oké. Okay. Je hebt het afgelopen jaar heb jij het monument geadopteerd. Hoe vond je dat? Wel leuk. En bijzonder ook. Ja, wat vond je zo leuk en bijzonder? Nou, dat is, dit maak je niet zo heel vaak mee, want het is één keer in de 7 jaar dat jouw school het mag doen. Oké. Okay. En wat heb je eraan gedaan? Heb je het schoongemaakt? Of? Schoongemaakt en ook even bijgekeken of er nog wat lag of zo. En nu heb je een roos bij je. Wat ga je daarmee doen? Die gaan we zo meteen bij het monument neerleggen. Vind je het belangrijk dat jullie dit doen? Ja. Want? Dan vergeten we ook niet meer wat er toen gebeurde. Jongens en meisjes van Klepperbelt en van de Goede Herdenschool, jullie allereerst hartelijk welkom. Het is meestal niet het gebruik dat jullie als eerste worden genoemd, maar ik vind het wel belangrijk dat het nu gebeurt. Want jullie zijn belangrijk bij adoptie van het monument. 70 jaar geleden werd deze gemeente, Oldebroek, bevrijd na 5 jaar oorlog. Net zoals verschillende andere Veluwse gemeenten. Canadezen waren de eerste mannen die de vrijheid brachten. In 1990 werd hier het monument geplaatst. En sinds dat jaar is elk jaar hier een herdenking geweest. Een jaar later werd dit monument voor het eerst geadopteerd door een school. En vandaag gebeurt dat. Voor de 25ste keer wordt het overgedragen. Van de Goede Herdenschool naar de Klepperbelt. Bij die overdracht komen we altijd samen bij het monument. En dan willen we denken aan allen die in de Tweede Wereldoorlog, maar ook daarna bij militaire missies, hun leven verloren. Wij willen die met elkaar, met eerbied herdenken. Daarom zullen er bloemen worden gelegd bij het monument. Zal een lid van de Van Limburg Stierenkorps een signaal blazen en zullen we 1 minuut stil zijn om te herdenken. Dat we dan zo toch doorgeven dat het belangrijk is om te herdenken en om te weten waarom we herdenken. En daarom is het toen begonnen. Nou, en het loopt nog steeds met medewerking van de scholen. En ben ik heel blij mee, want ik vind het nodig, ook nog in deze tijd, dat we dat verhaal doorgeven om ervan te leren. En mensen hebben daar veel schade en ja, het gebeurt nog steeds. En dan vind ik dat verhaal moet je doorvertellen. Want zoals het thema van 4 en 5 mei comité is, vrijheid geef je door. Nou, dat moet ook.
Hiermee is de korte bijeenkomst hier bij het monument afgelopen. We gaan de kinderen nog naar het Klepperbelt, waar dan op nog een andere wijze die overdracht zal zijn.